Ivan dan, uh, vandaag kwam het nieuws naar buiten dat uh, Lex immers zo goed als zeker naar Cardiff City gaat. Wat uh, dacht jij toen je dat uh, hoorde of las? Nou, ik hoorde het net uh, via een collega van jou, dus uh, het was een leuk nieuws. Uh, ik denk dat het voor Lex een uh, mooie uitdaging is en een uh, gepaste club voor uh, zijn speelstijl. Want, dat moeten we nog even uitleggen, jij hebt een verleden daar bij die club natuurlijk, bij Cardiff City. Je hebt er een half jaar gespeeld, hè, van 2006, 2007. Ja. Kan je uitleggen wat voor club het is? Uh, ik denk een beetje similair aan uh, Feyenoord. Uh, wel in een kleinere mate. Maar uh, ik denk de belevingen, de fans, uh, de club zelf. Ja, ik denk dat het wel een beetje leeft als, uh, als wat er bij Feyenoord is. Ik heb hem helaas nooit bij Feyenoord gespeeld, maar als ik kijk naar de Kuip en de, de, het legioen en alles. Denk ik dat het één op één uh, samengaat. Dat is echt gewoon vergelijkbaar met, met Feyenoord. Wat, wat dat betreft ja. maakt hij een goede keuze dus. Zeker weten. Ik denk dat ze daar ook gewoon, sowieso in Engeland zijn ze gebaat bij hard werken. Nou, Lex is altijd een speler geweest die keihard werkt en hard heeft voor de club waar hij voor uitkomt. Dus ja, ik denk dat het bij Cardiff alleen maar voor hem uh, een, een positief uitkomen kan, kan zijn als hij dat ook gewoon daar kan laten zien wat hij in zijn mars heeft. Ja, dus als het doorgaat zou dat echt een hele verstandige keuze zijn wat jou betreft. Uh, ja. Jij ging daar naartoe destijds, je kwam van Wilhelm 2, je werd gehuurd. Dan ga je naar Wales, ze spelen in de Championship, het Engelse Championship moet ja. er wel even bij zeggen. Wat, ja, wat tref je daar dan aan? Want je weet natuurlijk helemaal niet uh, wat je aantreft, denk ik. Nee, uh, voor mij was uh, Engeland wel altijd uh, ja, de on, on, on... hoe zeg je dat? Ja, de on... Uh... Ja, om, om, je weet helemaal kom, niet wat je... Op, je op, nee, je was er nooit geweest? Nee, om, nou, nooit geweest. Onbegaan, de frontier eigenlijk. Dus ja, je zoekt eigenlijk dan gelijk op van ja, wat voor club is het, Wat voor mensen heb je daar? Nou, Engeland. Nou, gelukkig was mijn Engels nog wel on point. Dus uh, dat was wel top. Ja, maar dan kom je daaraan. Je wordt goed on, 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 onthaald. Uh, de club, de spelers. Uh, je krijgt een rondleiding. Uh, alles. Huis wordt voor je geregeld. Uh, vervoer en uh, noem het maar op. En dan kom je op de trainingsvelden en dan zie je eigenlijk hoe het eraan aan toe gaat. En ja, dan leeft het gelijk. Je ziet ook de mensen in de stad, hoe, dat, hoe dat, de club ook bij die mensen leeft. En, en wat het allemaal bij die mensen in hun hart ook teweeg brengt. Ja, dan, dan voel je je eigenlijk echt een voetballer. En uh, het is eigenlijk best wel jammer om te zeggen, maar dat, dat mis je eigenlijk een beetje hier in Nederland. En daar uh, worden eigenlijk spelers op handen en voeten gedragen. Of je nou uh, basisspeler bent of uh, reserve of op de tribune zit. Maar ja, dan heb je wel een ander gevoel bij uh, ja, je werk eigenlijk ook. En je gaat dan eigenlijk ook met heel veel plezier naar je werk om gewoon het beste ervan te maken. Ja, en dan komt er ook nog bij dat je natuurlijk ook een landgenoot uh, daar had. Ik had daar toen, Glenn Lovens zat daar ook. Dus dat was ook gelijk een, een pluspunt. Ja, en, en Kevin Campbell zat er. Nou, dat is een van de grote legendes. Ja, die, die neemt je dan bij de hand. Die laat je alles zien. Uh, leert je van alles hoe, hoe het in Engeland eraan toe gaat. Ja, dus dat is, voor mij was het een perfecte leerschool. ook, Maar ook een, een heerlijke en prachtige ervaring die ik echt voor geen goud zou willen missen. Is het misschien wel uh, je mooiste ervaring geweest dan? Want, als je er zo over praat? Qua, qua voetbal, qua, qua beleving en uh, amb, ja, ambiance en alles wel. Uh, ik denk dat ik wel andere mooie momenten heb gehad in voetballen. Dat ik kan zeggen dat die staan wel iets hoger. Maar qua, qua belevenis, en dat ik kan zeggen: van hey, ik heb toch in het buitenland gevoetbald en ik heb toch mogen ruiken aan een van de mooiste competities in de, in de wereld. Ja, dan, dat, 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 is wel, uh, dat is wel een uh, speciaal iets. Ik kan me herinneren uit die periode uh, dat het toen al een hele ambitieuze club was. Ja. Uh, ze zijn later ook gepromoveerd naar de, pre de Premier League, slechts één jaar. Dat was dus in die periode ook al zo. Hè? Voor mij zat er best wel veel geld en wilden ze heel graag naar het hoogste niveau. Ja, ze stonden destijds ook in de, in de positie om play-offs te gaan spelen. En uh, helaas is het niet gelukt om uh, die eindstrijd te halen. Maar uh, ja, de ambities die ze hadden, ja, dat, dat paste toen ook perfect bij, uh, bij de stap die ik toen maakte. Alleen omdat ze toen nu niet zijn of, uh, gepromoveerd, ja, toen was het eigenlijk. Uh... Was het eigenlijk afgelopen. Maar de club op zich, ja, is gewoon uh, heel ambitieus, wil altijd naar boven. De mensen ook die, die bij de club werken, maar ook achter de schermen, ja, die zijn allemaal met hun uh, allemaal neusjes aan dezelfde kant op en die willen allemaal op het hoogste niveau presteren. En ik denk ook als je kijkt naar wat voor mensen die Will's people zijn, ja, dat, dat, ja, dat gun je ze dan wel. Want het, ja, ze doen geen gekke dingen, of noem het maar op. En uh, werken gewoon keihard. Als ik aan Britse clubs denk, dan denk ik ook heel vaak aan uh, stadions midden in Woonwijken. Is dat daar ook zo? Ja, het oude stadion wel. Het nieuwe ben ik helaas nog niet geweest. Ik ben wel bij het Millennium Stadium geweest. Maar het oude stadion was gewoon echt midden ja, langs een lange weg. En dan kom je zo, boom. Dus komt het stadion tevoorschijn. En uh, ja, zondag was het ook, of zaterdagmiddag was het gewoon bomvol. Je ziet al die mensen er naartoe lopen en wandelen. Kinderen, opa's, oma's, noem het maar op. Het was gewoon een, een, een uh, mooie, mooi feest. Je hebt er een half jaar gezeten. Uh, waarom is dat maar een half jaar, uh, bij een half jaar gebleven? Eén, uh, omdat ik uh, nog een contract had bij Wilm II. Nou, en dan ook de onderhandelingen. Ja, die verliepen niet echt, uh, echt goed. Er werd ook, denk ik, ietsjes te veel geëist, uh, naar mij weten. Maar ja, dan uh, houdt het daar helaas mee op. En uh, moet je dan weer verder gaan zoeken. En dan, uh, dan moet je een einde aan maken. Kom je daar een beetje aan spelen toe? Uh, ik heb helaas niet veel kunnen spelen, ook omdat de trainer destijds, uh, ja, die had ze uh, vaste elf. Nou, ze gingen goed, speelden van alles. Ik was ook gehaald om eigenlijk een beetje als pinshitter te komen, voor als het een beetje moeilijker ging. Maar in die periode gingen het de eerste wedstrijd ja, uh, heel makkelijk. Dus we wonnen ook heel, uh, heel veel wedstrijden. En de wedstrijden, dat ik dus niet aan de bak kwam, ja, was het eventjes bijten en eventjes weer even kijken. Maar het waren wel goede leermomenten. Ook op de trainingen, sowieso de trainingen aan Ziegen, die waren zo keihard dat ik gewoon dacht: van ja, nu moet ik echt aan de bak. Ik moet nu echt mijn stappen gaan maken. Nou, en de wedstrijden die ik dan heb gespeeld, ja, dat waren ook wedstrijden dat ik dacht: van dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik denk heel... dat immers daar immers nou wel past met zijn speelstijl. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Het is een box-to-box -box boy. Dus ja, hij kan van alle kanten. Hij kan goed aan de bal. Hij kan de channels lopen. Uh, hij kan een goal maken. En hij heeft beleving, hij heeft passie. En dat, daar houden ze van. Weet je? je ziet nu ook als hij voorheen bij Feyenoord een goal maakt, of als hij een duel aangaat, of als er een opstootje is, ja, dan is hij erbij. En daar houden ze wel van. Ja, dus ik denk dat het, dat het wel een club is die bij hem past. ja. Nu kennen wij je van TV en uh, de mensen zijn er ook wel eens geweest, de Premier League natuurlijk. Hè? Uh, grote clubs. Ja. Uh, Cardiff speelt in het Championship. Mm -hmm. Kennen we natuurlijk ook veel clubs van. Er zitten ook nog steeds grote clubs, maar toch minder. Ja. Wat is het verschil tussen de Premier League en de Championship? Uh, championship met Premier League. Ik denk dat het uh, één is: het voetballen. Het is niet zo tactisch en uh, technisch als bij de, bij de Barclays. Maar het leuke van die competitie is dat iedereen van elkaar kan winnen. Nummer één kan van de laatste plaats uh, verliezen. En, uh, en wanneer je denkt van nou, oh, uh, dat is een uh, kat in de bakkie. Mm -mm -mm. Think again. Je moet altijd bikkelen. Ook tegen de nummer laatst, ene laatst. Je moet altijd de mouw opstroken. En dat is eigenlijk het mooie van die competitie. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. En volgens mij zitten ook op het uh, ene hoogste niveau in Engeland uh, de tribunes gewoon helemaal vol. Helemaal packed. Helemaal vol. Uh, publiek, uh, de publiek, de, de spreekkoren, alles. Ja, je, je beleeft het gewoon vanuit een heel ander perspectief. En uh, als voetballer, ja, daar krijg je alleen maar meer boosten van, denk ik. Uh, het was niet je mooiste periode. Wat is wel je mooiste periode geweest? Ja. Ik denk dat het, dat het bij mij anders is, kan ik het zo formuleren. Ik denk dat het de mooiste periodes zijn geweest. Dat ik weer terug ben gekomen van mijn zware blessures. En dat ik dan ook weer gelijk rendement eruit heb kunnen halen. Dus goals maken. En ja, dat, dat heb ik bij genoeg clubs gedaan, denk ik. Maar bij welke club heb je uh, nog het meeste gevoel, zeg maar? Moeilijk, moeilijk te zeggen. Kijk, ik heb een, bij RKC heb ik een toptijd gehad. Ik heb bij Willem II een leuke tijd gehad. Helaas niet zo leuk weggegaan. Um, ja, ik heb bij AZ veel geleerd. En ook een korte periode eventjes. Ik was niet onder contract, maar ja, toch, uh, toch wel veel goede leermeesters gehad. Van Gaal. Ja, moeilijk. Rode JC. Ja, het zijn allemaal mooie momenten. Voor mij is het gewoon mijn hele carrière, kan ik zeggen. Van ik ben blij en uh, ik ben dankbaar dat ik gewoon dat heb mogen meemaken. En ik koester ieder moment. Je begon net al even over je blessures. Ja. Uh, heel veel mensen zullen denken, als ze aan ijma Radam denken, inderdaad aan blessure-leed. Snap je dat? Ja, ik kan het begrijpen. Omdat je, je, je komt in principe als jonkie uh, op deel op het hoogste niveau. En daarna val je eigenlijk een jaar tot twee jaar weg door de kruisbandblessures. Nou, het is altijd lastig om weer bovenop te komen. Want dat vergt gewoon even wat tijd. Maar ja, dan, dan, dan verlies je aardig wat speelminuten. Uh, en dan gaan mensen toch wel denken van nee, die, die, die was lang geblesseerd of die is weer geblesseerd. En dat, dat, dat achtervolgt je best wel. En dat is eigenlijk niet het geval geweest. Want ik heb denk ik een jaartje of acht, negen achter elkaar gespeeld. Alleen ja, wat op het netvies is bij mensen, dat haal je denk ik niet zo snel weg. Gek hè, dat zulke dingen blijven hangen dan. Ja, maar je weet het ook. Eh, media helpt soms ook een beetje ermee. En als mensen ook zeggen van nou uh, ja... Uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een kat doodgemaakt, ja. maar het is niet zo. Ja, mensen geloven toch altijd wat ze, wat ze willen, totdat ze de persoon in kwestie spreken. Maar in, in principe ben ik uh, aardig lang fit geweest en ik heb een mooie carrière gehad. Jouw laatste club was uh, amateurclub, Sportclub Feyenoord. Daarna ben je voor jezelf begonnen, volgens mij. Wat doe je tegenwoordig? Um, ik doe het tegenwoordig uh, ja, ben ik met mijn bedrijf bezig. Uh, ik heb een eigenlijk uh, vier jaar geleden ben ik gestart met Beyond Yourself. Um, ik heb een naam proberen te kiezen waarbij me vele mensen zich kunnen gaan identificeren. En het moet eigenlijk, je moet het eigenlijk denk, zien als een mindset. Uh, ook met mijn carrière heb ik heel veel dingen meegemaakt, heel veel mensen ontmoet die mij heel veel dingen hebben geleerd. Maar ik heb ook van mijn eigen fouten kunnen leren. Momenten ook waarvan ik dacht: van, nou, had ik hier meer uit kunnen halen of niet? Of had ik hier anders mee kunnen omgaan? Nou, en dat heb ik eigenlijk um, uh, in een jasje gestoken. Nou, en via de manier van trainen, fysieke trainingen, kan je mensen goed prikkelen om eigenlijk hun grenzen te verleggen. Dus uit hun comfortzone te komen. En dat aspect kunnen mensen ook weer meenemen in hun sociale ja, leven, maar ook in hun, uh, in hun omgang, op hun werk, noem het maar op. En dat loopt uh, tot nu toe goed. En ik uh, blijf met de sporters uh, actief, hè. dat is ook leuk. Want ook met voetballers? Ja, onder meer. Ja. Ik blijf in hart en nieren een voetballer. Dat is toch mijn passie. En als ik dan ook met mijn expertise de jongens kan bijstaan... om hun alles eruit te halen in hun carrière er nog bij... Ja. Dan is dat alleen maar een pluspunt. Ook omdat ja, in Nederland is toch de mindset iets anders. Ja, het is toch altijd van onderloot. Uh, Laten we rustig blijven en, uh, en dan komt het wel goed. Maar ja, je ziet nu toch ook dat het een beetje achterhaald wordt. Ook omdat de inhaalslag naar het buitenland, ja, dat wordt gewoon extra moeilijk. In ja, het buitenland, die, daar moeten jongens bikkelen. Als je ziet transfers worden gemaakt, maken ze een stap naar het buitenland. Ja, dan zie je dat ze het toch in het begin even lastig hebben. Ook omdat ze harder moeten gaan werken, meer gaan trainen. En, en dat aspect wil ik eigenlijk met dit... Uh, met dit bedrijf een beetje ingaan dammen.